Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 25 mei 2016. Dit is het beter van woensdag. Vandaag in de uitzending de mossen en een plaatje in PD50 geschikt voor smartphones. Ter gelegenheid van 100 jaar Nijmeegse Vierdaagse zal tussen 28 juni en 26 juli een speciale roepnaam in de lucht zijn. Papa Alpha 100 Foxtrot Delta Mike. Dit jaar zal de Vierdaagse zelfs door 50.000 mensen worden gelopen. Normaal zijn dat er rond de 46.000. Dit bericht heb ik van Vierhond.nl en er staat niet bij, maar het staat er niet bij. Maar ik ga ervan uit dat FDM staat voor 4 Day March. Morgen, donderdag, om 10 uur 's ochtends wordt in Recklinghausen in Duitsland een weerballon opgelaten. Een stratosfeerballon. Het betreft een project van de Westfalische Hochschule in Gelsenkirchen. Recklinghausen ligt zo'n 50 kilometer vanaf de Nederlandse grens, ruwweg tussen Nijmegen en Venlo in. De start, die kennelijk al in februari zal plaatsvinden, gebeurt vanaf een modelvliegveld. De ballon heeft op 2 meter een APRS-zender aan boord en op 70 centimeter wordt telemetrie uitgezonden, inclusief beeldmateriaal. Het signaal zou in geheel Nederland te ontvangen moeten zijn. Omdat de start een half uur voor de uitzending van de Daily Minutes van 10:30 plaatsvindt, zou de ballon op dat moment en na de uitzending te horen moeten zijn. APRS van de ballon zit op 144-800, dat zal duidelijk zijn, en als roepnaam Delta Lima 0 Charlie Romeo Echo streepje 11. Delta Lima 0, Charlie Romeo Echo, streepje 11. De telemetrie en het SSDV zit op 434 250 MHz met 10 mW. En als roepnaam Delta Lima 0, Charlie Echo, sorry, Delta Lima 0, Charlie Romeo Echo. En dan zonder toevoegingen. Nou, het gaat goed. Modulatiesoort hier is RTTY, 300 baud, 600 Hz shift en de markfrequentie laag, oftewel USB. In Rotterdam is een nieuw baken gekomen op 6 meter PI7SIX. Het baken op 50,425 MHz zou volgens hamnieuws.nl in een groot deel van Nederland en België hoorbaar moeten zijn. 50,425 dus. Op ham-dmr.nl staat een foto van de Hamvention van de DJ-MD40, een UHF-DMR-portofoon van het merk Alinco dus. Ja, dan is er weer een melding primair gebruik bij die ik nog niet vermeld had. De TT in Assen. De hele 13 centimeter band weer en dat van 20 tot en met 26 juni. Die laatste dag is een zondag. Gisteren op 24 mei is trouwens het nieuwe filter geplaatst bij de ontvanger van PI2 NOS in Amsterdam. Testen maar of de elektronische echoput hiermee nu is gedempt. In deel 21 van de serie over antennes gaan we het over de zelfbouw van antennes hebben. Dat is namelijk een van de meest dankbare zelfbouwprojecten. En je hoeft er in feite helemaal niet veel kennis voor in huis te hebben. Bij ontvangstantennes is het helemaal nog wat minder kritisch dan bij zendantennes, waar de impedantie een veel belangrijkere rol speelt dan bij ontvangstantennes. De eerste zendantenne die ik zelf als legale zendamateur maakte was een groundplane voor 2 meter van dikke elektriciteitsdraad. Hij was niet geschikt voor buiten, maar met een stukje vliegentouw aan het plafond bevestigd deed hij het toch geweldig goed. Het kwam ook omdat ik toen redelijk hoog woonde. Een van de eerstvolgende antennes, dat was een HB9CV voor dezelfde band. Het eerste exemplaar was van hetzelfde lichtnetdraad en hing met 4 stukken vliegentouw aan de gordijnrail. Een tweede exemplaar was al wat steviger en die was gemaakt van onder andere messing lastdraad. Dat geeft meteen een paar zwakke punten aan, want sommige metalen corroderen buiten bijzonder snel en daarmee moet je ook nog eens op de metaalspanning van de materialen letten. Sommige metalen corroderen bijzonder veel sneller als ze in combinatie met elkaar gebruikt worden. Ik kan uit ervaring vertellen dat dit het geval is bij messing lastdraad in combinatie met soldeertin. Bij buitenantennes moet je wel met meer belangrijke praktische zaken rekening houden. Zorg bijvoorbeeld dat er nooit water in je coax terecht kan komen. Dat loopt soms door de hele kabel heen naar beneden en stroomt dan als een klein watervalletje uit het apparaat waarop de antenne is aangesloten. Ook dit vertel ik uit eigen ervaring. Zelfvulkaniserende tape, dat is dus tape waarbij het rubber in elkaar versmelt, dat is in staat om een hoop water dicht af te dichten. Ga daar dus niet te zuinig mee om. Iets anders zijn holle ruimtes in de antenne. Dat kan in grote spoelen zijn die zijn dichtgemaakt en hol, maar ook een behuizingje met iets van een filter daarin. Als je zoiets helemaal waterdicht afdicht, dan trekt er na verloop van tijd door de capillaire werking water in. Wat er door de waterdichte afdichting dus in blijft zitten en niet meer uit kan. Zoiets is in no time in staat om de inhoud van zo'n kastje volledig door corrosie te verruineren. De oplossing is simpel en lichtjes onnatuurlijk bij die waterdichtheid. Maak aan de laagste zijde van de onderkant 1 of meerdere gaatjes van bijvoorbeeld 4 mm diameter of iets meer, zodat het water eruit kan lopen.
Volgende keer gaan we verder in op hoe je met desnoods kroonsteentjes en andere simpele middelen heel bruikbare zendantennes kunt maken. In a hurricane, tornado, or earthquake, would you bet your life that the internet and cell phones still work? Would you bet the lives of your family? I don't think so. Ham radio. It works. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. The word amateur, it can mean a lack of skill. But today's amateur radio operators provide skilled emergency communications when the chips are down simply because they want to be of service to the community. Dependable, reliable, free of charge. Amateur radio emergency services operators are amateurs in the best sense of the word. Join us. Toch is het leuk zo'n bovenregionale repeater. En eigenlijk gaat het ook best goed. Ja, zeker als je bedenkt hoe groot het bereik is. Ja, en hoe druk het is. Eigenlijk zijn er maar twee grote ergernissen. Inderdaad, dat mensen geen lange break laten. Voor de Echolink gebruikers. En dat de mensen de repeater te lang alleen voor hun eigen gebruiken. Inderdaad. Als het zo druk is, moet je eerlijk delen. Dus mensen... Gebruik de repeater niet te lang alleen voor je eigen.